Ja, puinhoop, zeggen ze dan. Chaos. Nee, het is een klerenzooi. Ja, op Schiphol. Maar niet alleen op Schiphol, vrienden. Ook bij de KLM. Zie je dat ook te volgen allemaal? Het kan toch gewoon niet? Het kan toch gewoon niet? Nederland is ineens het derde wereldland geworden. Nederland is ineens, weet ik veel, Roemenië, Bulgarije, waar lijken we op? Het is toch werkelijk te gek voor woorden. Want die KLM, ja, want die schrapt ineens vluchten vanuit het buitenland. Dus als jij weet ik veel waar zit, dan zegt de KLM in één keer, uw vlucht gaat niet door. Mijn vlucht gaat niet door. Maar ik wou vanavond graag thuis zitten, gewoon als het even kan. Nee, dat gaat niet door. Nee, u gaat maar ergens een hotel boeken, want dat zegt die KLM dan. En zoek het maar uit en dan declareer het later maar. Oh, dan moet ik nu ineens een hotel gaan zoeken. Hey, hallo, dankjewel. Ik ging er gewoon vanuit en ik ging vliegen. Nee, dat gaat niet door. Nee, en dat is dan die KLM. En die KLM vliegt dan leeg terug naar Schiphol. Want, daar komt de reden en hier is het de giller. Ze kunnen niet vliegen, want er zijn werkzaamheden aan de landingsbaan, weet ik veel. En de wind staat ongunstig. Hoe weet je die? De wind staat ongunstig. Oh, maar dan kan je wel, met een leeg vliegtuig kan je wel landen in ongunstige wind. En met een vol vliegtuig, dan lukt het niet met een ongunstige wind. En dan vlieg je gewoon weer terug, leeg. Ah, ga er toch op. En dat is er allemaal aan de hand. En mensen worden natuurlijk, reizigers nu, die worden natuurlijk knettergek. Maar ook als je vertrekt op Schiphol is het ook nog steeds een, ja, ze noemen ze dan een puinhoop. Nee, het is een klerenzooi. Dat is het gewoon. Je schaamt je weer als Nederlander en het is verschrikkelijk. En dat komt alleen maar, al die ellende, ook met die KLM, want die moeten zich ook de kleren schamen. Alleen maar omdat ze die bandschop er niet uitgooien. Ja. Ja. Waar wachten we nou op? Wat willen we nou? Daar, bij dat Schiphol. En politiek, wat wil je nou? Er is maar één oplossing voor dit hele probleem. Dat is, gooi die bandschop eruit. Ja, dankjewel. Als jullie dat doen, heel graag. Dankjewel. Namens alle reizigers.